Martens! 2-1, Lieke Martens! Yo, gasten van DBD, welkom bij deze nieuwe video. En jongens, vandaag gaan we de Lieke Martens Challenge doen. Ik denk dat iedereen het wel weet, iedereen weet waar het over gaat. We zijn natuurlijk Europees kampioen geworden in het eigen land en dat is maar goed ook. Want ik weet zeker dat waarschijnlijk anders een hoop stadions leeg hadden gezeten. Ja, goed, weet je wat? We gaan gewoon met dit vrouwenelftal spelen. En dit gaat het dan uiteindelijk ook worden. Martens, dat is natuurlijk de vrouw. Ik wou bijna man zeggen waar het allemaal om gaat. Daarmee gaan we proberen om zoveel mogelijk goals te scoren. Hopelijk gaat het lukken. Ja, het is ook de eerste keer dat ik eigenlijk met vrouwen ga spelen. Ik heb er normaal eigenlijk nooit echt naar gekeken. Het enige wat ik wel weet is dat ze best hoog gereden zijn als ik hier zo kijk. Dus, of ja, een aantal dan laten we wel eerlijk zijn. Ik hoop in ieder geval dat jullie deze video tof gaan vinden. Ik weet niet of dat blauw duim omhoog te klikken. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En zou ik zeggen, jongens, laten we maar gewoon zo snel mogelijk beginnen. Goed jongens, we hebben een tegenstander gevonden. Het duurde echt ontzettend lang, maar we hebben iemand gevonden. En dat is een opluchting natuurlijk. Ik weet niet hoe dat precies gaat. Volgens mij gewoon op sterrenniveau. Nou, Nederland heeft momenteel 4 sterren. Ik hoop in ieder geval dat we de volgende FIFA wat meer sterren hebben. Want we hebben het gewoon best goed gedaan uiteraard op dat EK. Misschien nu snel doorpassen, maar het lukt net niet. En dan uiteindelijk hebben we hier het balverlies. Kans voor Noorwegen. Ja, is goed. Kan hij die bal nog aannemen, maar dan zou je eventueel een goal kunnen komen. Maar helaas. Snel, Martens, wordt hij bereikt? Ja, Martens, hier het schot en die gaat er. Ja, dat was eigenlijk niet zo'n heel goed schot, maar wel een cornertje. Martens, binnendoor. Martens heeft hier de ruimte, het schot en het schot was goed, maar helaas. Oké, nu dan. Nu de ruimte bij Martens. Martens, kan hij naar binnen, het schot is. Ja. Het is toch jammer dat het allemaal net niet lukt. Oké, misschien nu dan, weer binnendoor. Martens. En dan zit hij er toch nog in. En dan staan we voor dus toch nog 1-0 voor. En dan is de goal van, jawel, Martens. Natuurlijk de nieuwe speler van FC Barcelona. Lekker hoor. Of ja, van het vrouwenelftal dan uiteraard. We kwamen er vrij makkelijk doorheen. Volgens mij ging het bij hem ook niet helemaal lekker daar zo. Nu moeten we echt oppassen. Want nu is het 1-3. Maar veel mensen komen snel mee terug. En uiteindelijk is het een hele slechte paas. Holy shit. We gaan eigenlijk via de verkeerde kant deze keer. Misschien als ik hem nu goed voorgeef, kan deze hem doorkoppen. Dat kan inderdaad naar Martens. En Martens moet dan gaan schieten. Oh, holy shit. Die had er dan in gemoeten. Maar ja, goed. Wel weer een mooie kans. Misschien deze keer weer via Van der Sande. Die, als hij diep gaat, hier misschien wel eens even iets uit kan gaan komen. Oké, die verdediger die ligt. Misschien daarachter op Martens. Martens, die krijgt die bal en dan hoeft hij alleen nog maar erin te schieten. En hij gaat erin. Bang, bang. Oeh, dat was echt close. Ik dacht even van, die gaat er misschien niet in, maar hij gaat erin hoor. En het staat 2-0 en dan kunnen we eventueel in deze wedstrijd nog wel een hat-trickje gaan scoren, denk ik. Want ja, we hebben nog vrij veel tijd. Oké, deze bal die moeten we makkelijk kunnen verdedigen. Oh shit, dat doe ik helemaal fout. En uiteindelijk het schot en holy shit, en dan moet de keeper hem hebben. En dan zit hij zit erin, maar het is gelukkig buitenspel, maar holy damn. Martens, misschien binnendoor, misschien buitendoor. Penalty? Nee, dat niet. Nou ja, je weet het natuurlijk nog nooit bij FIFA, dus je moet altijd de kans voor een penalty open houden, zeg ik dan maar. Ja, ik vraag me af of dat hat-trickje er nog in zit. We moeten natuurlijk oppassen dat we niet in één keer achterkomen. Oeh, dit is even gevaarlijk. Dit is heel gevaarlijk. Kunnen we uiteindelijk die bal nog tegen en dan zit hij erin. Oké, nu moeten we echt die 3-1 gaan maken, want dit pikken we natuurlijk niet. Zo. Oké, misschien nu dan. Als we hier misschien wat ruimte hebben, ook aan de linkerkant van het veld. Martens, die dan toch weer wat ruimte heeft. Martens! Kom aan. Oh, 4 minuten extra tijd. Oké, dan hebben we waarschijnlijk na... Oh, shit. Dat ging maar net goed. Nou jongens, het was niet al te makkelijk. Maar we hebben uiteindelijk toch nog gewonnen. Ik had het liefst nog even... Ja, toch wel een hat-trickje gescoord met Martens. Uiteindelijk is ze wel man van de wedstrijd. En de beoordeling is een 9,2. Dus kunnen we eigenlijk tevreden over zijn. In ieder geval jongens, ik hoop dat jullie deze video tof vonden. Vergeet niet op dat blauw duimpje omhoog te klikken. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren als je dat natuurlijk nog niet hebt gedaan. En dan zou ik zeggen jongens, tot de volgende keer. Later gasten. Yo.